Goedemorgen. Vandaag is het internationale, geloof het of niet, eenhoorndag. Ja, we hadden al laatst zeemeermindag, vandaag is het internationale eenhoorndag. Laten we eens een eenhoorn tekenen. Doe je mee? Ja, een eenhoorn. Hoe ziet nou een eenhoorn eruit? Ja, het is gewoon natuurlijk een paard. Nou, niet gewoon paard natuurlijk. Een speciaal paard. Goed. Ik begin met de neusgaten. En dan onderlip van de paard. Wat een vrolijk paard. Zo. Of tenminste, het is de onderlip, hè. Zo. Ik ben geen kei in paarden tekenen, dat zie je ook wel weer. Wimpers. Het paard heeft de mooie wimpers. Een ander, tweede oog. En dan die eenhoorn, die moet je natuurlijk wel op tijd tekenen. Zo. En dat is meestal een gedraaide eenhoorn. Zo. En het paard heeft ook nog oren. Zo. Nou, hier heeft hij natuurlijk ook nog een beetje. En die manen. Die worden hier natuurlijk een beetje verdrongen door die eenhoorn. Hier ook een oor. Zo. En dan zijn manen. Zoiets. En de nek van het paard. Of van de eenhoorn natuurlijk. Zo, nou, ik vind dat we best een aardig eenhoorn hebben. Moet je uitkijken dat het natuurlijk geen draak wordt of een koe. Nou, je ziet dat ik ook nog even moet oefenen. Maar ja, ik kom ook niet elke dag een eenhoorn tegen. Dus ik zou zeggen, ga zelf ook lekker oefenen. En ik zie jullie morgen in de volgende video.